Dag kijkers, welkom bij het Bergjournaal van vrijdag 1 april. We bezochten deze week Saskia van de afdeling Vrije Tijd. Want we zijn benieuwd wat er de komende tijd georganiseerd gaat worden. Afdeling Vrije Tijd. We gaan weer los dit jaar. We gaan weer dingen doen. We gaan weer dingen beginnen. Wat wordt er allemaal georganiseerd? Saskia, kun je daar wat over vertellen? Ja, goedemorgen Henk en goedemorgen kijkers. Nou Henk, gooi je haar los, hè? Om te beginnen. Geitje. Nee, we gaan inderdaad weer dingen doen. En daar zijn we zo blij mee. We zijn gisteravond, dinsdagavond, gestart met de instuif. Nou, en daar werden we heel erg blij van. En ook alle cliënten die weer kwamen instuiven, werden er ook helemaal blij van. Dat is lang geleden, hè, in de coronatijd, niks georganiseerd. En nu gaan we dat weer oppakken. Dat doen we zeg maar om de week voorlopig even. Omdat we ook weer vrijwilligers moeten gaan werven die dat weer gaan oppakken. En we gaan ook in april gaan we de eerste bingo in de zaal weer presenteren. En we gaan weer starten met muziekcafé Crossroads op vrijdagavond. Want de bands staan ook al te popelen. En dat gaan we doen in mei. Voorlopig komt er geen boekje uit. Want dat is waarschijnlijk ook een vraag die heel veel cliënten en woningen hebben. Daar moeten we ons nog even over beraden. Want dat is ook, ja, dat heeft te maken met de centjes. We gaan wel weer leuke posters versturen. Alles via de e-mail. En we hangen posters weer op het prikbord. Zodat je even kan komen kijken van wat wordt er georganiseerd. En we gaan dat voorlopig per maand doen. Dus je kunt kijken wat er komt er in de maand april. Wat komt er in de maand mei. En natuurlijk ook gaan we dat voor het Bergjournaal, als jullie langskomen, vertellen. Hartstikke goed. Dus hou je mail en de posters in de gaten en je weet wat er te beleven valt. We gaan ook richting Koningsdag. Kun je daar wat over vertellen? Nou ja, Koningsdag is heel gezellig. Maar ik heb een leuke nieuwe collega gekregen. Of nou niet alleen ik, maar wij als team. Dat is Brigitte. En Brigitte heeft dit jaar de organisatie van de Koningsdag. En zij kan jullie daar wat over vertellen. Dus ik ga de microfoon aan Brigitte geven. Hartstikke goed. Brigitte, ja. Vertel, een Willemsdag. Ja, de Koningsdag. Hè? Woensdag 27 april is het weer zover. Dan gaan we van 10 tot 12, hebben we Oranje Café. En wordt natuurlijk weer mooi versierd hier in het kruispunt. Lekker oranje, er is koffie met oranje tompoes. Er is muziek van Jeroen van Katwijk, die komt weer gezellig zingen. En op een groot scherm kan je dat kijken naar de koning. Naar de koninklijke familie. En daarnaast houden we een kleedjesmarkt. Een kleedjesmarkt. Dus binnenkort komt er een poster. En dan kunnen jullie gaan opgeven wie er op een kleedje spullen kan gaan verkopen. Dus we hopen dat het een mooie dag gaat worden. Een vol programma. We hopen op mooi weer. Dus je kan al je oude spullen kun je gaan verkopen als je dat wil. Centjes ja. Verdienen. Hartstikke leuk. Nou, we wensen jullie veel succes met de organisatie. Bedankt voor deze informatie en tot gauw. Ja, dank jullie wel. Nou, fijn dat de Koningsdag eind april weer gevierd kan worden. Voor het gebaar van de week gaan we nu naar Maaike. Het gebaar van de week. Hallo. Welkom bij het gebaar van de week. Het gebaar van vorige week, dat was klok. Ja, jullie doen het meteen goed thuis. Top! Het gebaar van deze week is grapje. Nou, volgens mij kennen jullie die allemaal al, dat gebaar. Je doet met je duim onder je kin grapje. En dan moet ik heel hard nadenken, want is het nou vandaag 1 april? Ja, hè? Oh. Zitten jullie nou allemaal grapjes met mij uit te halen? Nee, toch? Oké. Dus 1 april, dat is vandaag. En dan is het eigenlijk, noemen ze dan een soort grapjesdag. Ja, want ze zeggen dan ook vaak 1 april, kikker in je. Oké. Dus het gebaar is grapje. Ja, die kennen jullie allemaal al. Hartstikke goed. Hé, dat was het weer voor deze week. Tot volgende week. Dag!
van de week. Jan en Ronald zijn straalbezopen. Niet de echte Jan en Ronald natuurlijk, maar de Lego poppetjes van Joren. Jan en Ronald zijn aangehouden door een motoragent, want ze waren straalbezopen van het bier dat ze bij de boerderij op hadden gedronken. Jan wijst naar de heldere, felle maan en zegt... Ronald, ik weet niet of jij het weet, maar wonen er op de maan ook mensen? Ronald kijkt straalbezopen omhoog, laat een boer en zegt... Natuurlijk man, je ziet er... Maar toch dat het licht brandt. En ook deze week heeft Joey weer rare nieuwtjes verzameld, dus we gaan gauw kijken. Joey Dekker presenteert voor het Bergjournaal raar nieuws. Dag kijkers, jullie kijken naar Raar Nieuws, aflevering 64. Niet remmen, zei de instructeur van de tokkelbaan nog tegen de jongen, voordat hij naar beneden suisde. Dat hij spontaan stil zou houden door tegen een luiaard te botsen, had niemand verwacht. Beelden van de bijzondere rit gaan viral op social media. Bij een tokkelbaan suis je vastgemaakt aan een tuigje op een metalen kabel. Normaal gesproken snel en soepel naar beneden. De Costa Ricaanse jungle bleek alleen een verrassing in petto te hebben en luiaard die op zijn gemak over de kabel aan het klauteren was. Het is Kjeld Nuis gelukt een nieuw snelheidswereldrecord op schaatsen op ijs te vestigen. Hij haalde een snelheid van 103 km per uur. Met deze snelheid reed hij net zo hard als auto's op de snelweg. Kjeld Nuis was 4 jaar geleden ook al de snelste schaatser van de land, want toen reed hij 93 km per uur. Aan dit project werken meer dan 40 mensen mee. In Japan hebben ze een nieuwe robot genaamd Foodly ontwikkeld. Deze kan automatisch noedels sorteren. De robot sorteert de noedels met een vorkvormige handen en plaatst vervolgens op een transportband. De bakjes op de lopende band hebben een ingebouwde weegschaal, zodat de robot deze precies hoeveel erin kan doen. Het ziet er grappig uit, want de bewegingen van de robot zijn best schokkerig. Maar daardoor zwieren de noedels het bakje in. Dit was Raar Nieuws aflevering 64, tot de volgende keer. Dit was de rubriek Raar Nieuws. Nou, Joey, dat is wel erg raar nieuws allemaal. Martin heeft deze week weer een muziekspectakel gemaakt. En deze week gaat het over chips. Nee, niet die chips die je kan eten, maar ja, we gaan gauw kijken. Het is een leuke special van Chips. Hoe ze Chips bestaat niet, maar bestaat wel. Het is ook een zanggroep. Chips ontstond in april 2003. Na auditierondes werden Rachel, Sheila, Peter en Kevin uitgekozen voor een nieuwe popgroep. De eerste single van Chips, Chips in Black, kwam al gauw op nummer 1 van de top 100. De twee volgende singles, Cowboy en Chips in Black, kwamen in de top. Beiden in de top 10. Beide singles verkochten meer dan 110.000 exemplaren. In 2005 was Chips weer terug in de hitlijsten. De eerste single van het nieuwe album was World of Chips. 1001 Arabian Night stond verder. Wederom op de eerste plaats, evenals de opvolger 1-2 Trio. Het album van deze nummers werd bekroond met Platina. Give me 4.
Als laatste single was het van het album kwam Carnaval uit. De videoclip werd daarvan opgenomen in Disneyland Parijs. Ook dit nummer bereikte de eerste plaats. Tevens lanceerde Chips in samenwerking met Kinder, kledingwinkel keten CNA. In ditzelfde jaar een eigen kledinglijn. Deze verscheen onder de naam Chips Choice. In Duitsland en Oostenrijk kreeg Chips ook nummer 1 hits en het debuutalbum werd in de landen bekroond tot goud op het mini-album. De volgende stond in Gangster Town. In de videoclip speelde Karen Bloemen een kleine rol. In 2007 startte Chips met hun eerste theatertournee. In de hits van Chips kwamen ook in Engeland uit. Chips was in dit jaar een van de gastoptredens tijdens het Junior Eurosong Festival in Rotterdam. Ze traden op met het nummer Make I Big Splash. In 2008-2009 was Chips te zien in hun eigen televisieprogramma genaamd Chips Dance Experience. In dit programma leerde Chips aan het groep kinderen in de studio de verschillende dansjes bij hun video hoorden. In 2010 was er weinig succes meer en werd bekend dat de groep werd opgeheven door het management. De bandleden wilden wel doorgaan, maar hadden de acteursrechten niet om de hits te mogen spelen. Na het definitieve einde van Chips is ieder zijn eigen weg gegaan. Peter Rots werd lid van de dans en illusiegroep van Devils en haalde in 2012 hier met de finale van Holland's Got Talent. Kevin Hellebrand is netjes meteen solo gegaan en bracht onder zijn eigen naam het liedje God Times uit. Sila Nieuwkoop werd presentatrice bij Omroep Brabant. Nou, dat was voor deze keer. Ik volgende week weer artiest. Ik heb een paar in mijn hoofd zitten, maar we spreken of je dat wil. Tot volgende week. Doei! Henk en Hedde bezochten Marcel Struis, want we zijn benieuwd of er nog nieuws is over het zomerfeest van dit jaar. Goedemorgen Marcel, zit we hier, tijdje geleden. Ja, goedemorgen Henk, daar goedemorgen. Zitten we. Voorbereidingen, ik hoor al wat muziek. Nee,
Nog niet helemaal. Nou, maar het klinkt mij wel als muziek in de oren wat jij dat zo... Dat wel. Dat wel. Hé, hey, we gaan de voorbereidingen van het zomerfeest zijn al in volle gang. Er is nog niet zoveel van te zien, maar het duurt ook nog 3 maanden. Wat gaan we doen dit jaar? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? We gaan natuurlijk weer heel gezellig met elkaar, met iedereen die hier woont, van op het terrein en van buiten het terrein, Noordwijk, Katwijk, maar ook mensen in de regio, één groot feest vieren. Kijk, daar zijn we echt wel aan toe natuurlijk. Ja, nou, ik denk dat we allemaal aan toe zijn. Kun jij kort vertellen wat er allemaal gaat gebeuren? Nou, als ik het heel kort hou, gaan we op de woensdag 22 juni, hè, want dan beginnen we, ja. Hè, die laatste week van juni, 22 beginnen we met een sportdag. Hartstikke leuk. Voor alle mensen hebben we wat leuks. De bewegingszorg is al echt heel actief aan het zoeken naar leuke activiteiten voor mensen die graag willen sporten. Of mensen die het wat moeilijker vinden. Of ze proberen eigenlijk dit jaar voor iedereen wat te doen. Oké. Okay. Dus dat wordt wel een, nou, weer een verbetering. Ja, ja dat ja. wordt alweer leuk. Ik zie de luchtkastelen en ik zie het allemaal, de glijbanen. Fantastisch. Maar van allerlei... Oké. Ja, dus dat wordt echt de woensdag. Ja. Nou, die staat er weer in het teken. We proberen de woensdagmiddag ook gelijk de kermis er weer bij te doen. Super. Voor mensen die hier werken, ook met kinderen. Nou, kom gezellig met je kind naar de kermis en nou, doe gezellig de luchtkussens. Dat is de woensdag. Hoppatee. De donderdag. De donderdag, 23 juni. Wordt ook een dag, eigenlijk de eerste zomerfeestdag zoals we hem kennen. Met kraampjes. Activiteiten. Vanuit de dagbesteding gaan we allerlei dingen aanbieden. Van oud-Hollandse spelen tot poffertjes bakken. Tot misschien iets met bloemen, tot fruit. Tot, nou, echt voor heel veel mensen gewoon hartstikke leuke dingen te doen. Ja. De kermis draait. Er is een buitenpodium waar natuurlijk hopen we ook weer de dagbesteding hele leuke muziekjes gaan doen een paar keer per dag. De clown komt, clown snurren, iedereen kent hem wel. Gezellig. Dus we gaan weer lekker opstarten. Oké, okay, dan gaan we naar de vrijdag. Nou Henk, ho. Oh. We hebben iets nieuws. We hebben het nieuws. De donderdagavond hebben we een gevuld programma in de tent. Kijk, gezellig. Een gevuld programma in de tent op de donderdagavond. Ja, ja, met 2 hele leuke gasten. Ik kom er later nog even op terug wie dat zijn. Hè, want we zijn nog even, houden we nog even voor onszelf. Maar er komen hele leuke gasten voor in de tent op de donderdagavond. Dan de vrijdag. De vrijdag. Nou, dus weer een traditionele zomerfeestdag met leuke activiteiten, met kermis, met het treintje rijdt weer. De dagbesteding doet weer van alles. En in de middag natuurlijk weer de singalong. Gezellig. Singalong. Oh, zo singalong. Gezellig. Ja. Ja. En ik krijg al heel veel vragen van kan ik optreden bij singalong? Ik zeg tegen iedereen, je kan zeker optreden. Vanaf 1 mei... kunnen mensen zich ook weer echt opgeven. Oh, dus... maar dat is wel belangrijk. Dus vanaf 1 mei kun jij aanmelden voor het singalong. Ja. Er volgt via de e-mail nog wel een bericht over. Houd de mail in de gaten. Ja, prima. Ja. Vanaf 1 mei kun ik iedereen zich weer opgeven voor de singalong. Voor de vrijdagmiddag. En dan maken we ons op, de singalong, eigenlijk voor de vrijdagavond. Ja. Want de vrijdagavond dit jaar, Henk, misschien toch leuk om te vertellen. Gaan we het ook iets anders doen. Hebben we een nieuw aanbod. Gaan we niet meer sporten? We gaan ook sporten. We gaan ook sporten. Volleyballen. We gaan weer met elkaar volleyballen. Dus alle teams en woningen en ouders en verwanten. En iedereen kan zich weer opgeven om met elkaar lekker te volleyballen. Maar naast die volleybal hebben we dit jaar ook iets nieuws. En vertel. We hebben bedacht wat we gaan doen. Is dat iedere woning en ieder volleybalteam zich kan opgeven voor een barbecue. Zo, maar dat is fijn. Dat is weer leuk. Dat was heel lang geleden deden we dat ook. Hè? We kwamen er bij het zomerfeest een grote barbecue. Nou, wat we dit jaar willen doen is dat we voor de vrijdagavond woningen of groepen mensen zich kunnen opgeven voor een eigen tafelbarbecue. Die krijgen dan een eigen barbecue per tafel. En dan kunnen ze met elkaar, gewoon met de cliënten, met de groep, met de ouders, gezellig barbecuen. Gezellig, dat is echt super. En als je dan denkt, ja, maar dat wordt wel laat. Want we gaan eerst volleyballen, want die mensen willen natuurlijk ook. We doen 2 tijden, Henk. Ja. Dus de eerste groep kan zo tussen 5:30 en 6:00 beginnen met barbecuen. Ja, ja. Met lekkere patatjes erbij en gezellig eten en fruitsalades erbij. En de tweede groep begint om 7:30. Oké, ja. Dus we doen 2 tijden. Dus de mensen die eerst gaan volleyballen, kunnen ook daarna gezellig met hun club, met hun volleybalteam gaan barbecuen. Ja, duidelijk. Hé, hey, dat is superleuk. En dan komt er nog bericht wanneer je daarvoor kan inschrijven. Ook 1 mei, Henk. Ook naar 1 mei. 1 mei. Hou de mail in de gaten voor de barbecue en voor de volleybal. Hé, hey Henk. Ja. En onder die barbecue. Onder de barbecue. Hebben we hartstikke leuke muziek. Echt waar? En weet je wat ik daarover kan vertellen? Vertel. En ook een beetje terug in de tijd hebben we een hele leuke
Doema Band. Oh, super. Een echte tribute Doema Band. Wordt het zaterdag? Dan wordt het zaterdag. Bergpop. Bergpop. De dag van Bergpop. Kijk, en die Doema Band denk ik is al een beetje een opmaat naar de zaterdag. Want we hebben voor de zaterdag dit keer gekozen voor allerlei bands op Bergpop met een beetje Nederlandstalig impact. Oké. Okay. Dus we hebben het geprobeerd eens een keer, niet in allerlei rockmuziek, maar we hebben het wat in de Nederlandstalige muziek gezet. Gezellig, oh. En er komen allerlei Nederlandstalige, Django Wagner hebben we dit jaar. Oh jeetje. Alex Wilders hebben we. Zo, pak uit. André Hazes hebben we. Niet de echte natuurlijk, maar een tribute aan André Hazes. Meer niet hebben we ook een Noordwijkse band. Ja. Ook een beetje blues dit jaar. AJ Plug komt. Zo, uit Katwijk. Ja, ja. Die ja, gaan ook. Geweldig. Ze heeft pas nog een hele mooie prijs gewonnen. Ja, een oeuvreprijs. Ja. Nou, die hebben wij ook. Nou, en natuurlijk hebben we Jeroen van Katwijk en Crescendo. Nou, en noem allemaal maar op. Crescendo gaat het weer openen. 10:30 gaan we van start. Nou, hartstikke mooi. De zaterdag. De zaterdag. Dan hebben we nog de zondag. Zeker, Henk. Nou, dan weet je hoe we altijd afsluiten. Met een hele mooie kerkdienst. He, om 11:00 start hij weer. In de grote tent. Heb ik nog wel één vraag. Eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Is er al iets van het thema? Ik hoorde vrijheid, blijheid. Maar ja, dat is zo ruim, weet je. Okay, iets... Nee, dat klopt, Henk. We hadden vorige keer vrijheid, blijheid. Toen hebben we er nog eens over. Want als jij goed geluisterd hebt net, heb ik het thema eigenlijk al een beetje verteld. Dus eigenlijk is het thema, want we hebben er eens goed over nagedacht. Vrijheid, blijheid. De Willem viert weer zomerfeest. Kijk. En hebben we gedacht, wat zijn dan de leuke thema's die je daarbij kan pakken? De Willem viert weer feest. En dat is eigenlijk dat we vrij zijn, blij zijn. Maar wat hoort er nou eigenlijk bij feest en zomerfeest? Dan heb je het over oude thema's die terugkomen. Je hebt het over clowns, ballonnen, tent, kermis. In alle breedste vorm, de Willem viert weer zomerfeest. Dus dat we kijken eigenlijk terug op alle zomerfeesten van... Juist, we vieren weer feest met elkaar. Want zo waren we voor mij ook begonnen net, hè? Van de Willem viert weer feest. Ja, 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 precies, precies. Dat wordt het thema. Dat wordt het thema. Dus nou. En we gaan er natuurlijk eerst even uit voor de reclame. Oh, heb je ook zo'n dorst? Nu Wiki, 2 pakken voor mijn 3,49. Dat zijn dus 16 pakjes Wiki. Oh, lekker! 2 pakken Twix, Snickers of Mars voor mijn 3,99. Onze vogelkenner Sander heeft al veel verteld over de halsbandparkiet en de raaf. Deze week vertelt hij alles over spechten. Dag kijkers, vandaag ga ik het hebben over spechten. Spechten vormen een familie van een kleine tot middelgrote robustiete vogel met scherpe snavel en poten waarvan de 2 middelstenen naar voren staan en de buitenste 2 naar achteren. Spechten leven meestal in bomen en gebruiken hun scherpe snavel en lange kleverige tong om daaruit insecten los te peuteren. Sommige soorten spechten gebruiken hun staart als steun bij het klauteren langs boomstammen. Kenmerkend voor spechten is het gedrag om met de snavel in hout te hameren. Dit gedrag dient zowel om bij voedsel te komen als ter communicatie. Het herhaaldelijke gehamer gaat gepaard met een aanzienlijk belasting van met name de kop en de hersenen. Het lijf van de specht heeft een aantal voorzieningen op een hersenschudding te voorkomen. De schedel bevat weinig hersenvocht waardoor het brein relatief vast zit en het bot heeft een sponsachtige structuur dat een deel van de klap opvangt. Bovendien hebben spechten een sterk vergroot tongbeen
dat als een soort veiligheidsgordel om de schedel heen ligt. Spechten komen wereldwijd voor, behalve in Australië, Nieuw-Zeeland, Madagaskar en de Polengebieden. De meeste soorten leven in bossen, maar er zijn ook spechten die in boomloze gebieden leven, zoals rotsachtige heuvels en woestijnen. De familie van de specht telt ongeveer 240 soorten. Hier op het zorgpark zien altijd de grote bonte specht. Enkele soorten worden met uitsterven bedreigd als gevolg van door de mensen. Veroorzaakt kleinere leefgebieden. Nou, Sander, dankjewel. Dat wist ik allemaal nog niet van de spechten. Specht is een van mijn lievelingsvogel. Vooral de groene specht. Die vind ik erg mooi. We hebben ze al even niet gezien. Maar professor en professor hebben het deze week over regen. Ik voel me een beetje naakt. Kom op. Hey, professor. Een gevaarlijk beest. Nee joh, het is Koos. Koos. Oh, Koos, dat is een lieve naam. Dus, Koos is lief. En dus, waar hebben we dit bezoekje aan te danken? Nou, allereerst welkom bij een nieuwe aflevering van Professor. En Professor? Ja. Je zal ons eigenlijk niet herkennen, want normaal gesproken hebben we Dit is Koos. Ik ben naar dierasiel geweest en ik zei, nou, ik wil een leuk klein schattig hondje. Ja? En toen kwamen ze met Koos aan. Waar ben je dan geweest? Dierentuin of? Dierasiel. Dierasiel. Ja? Ze hebben ijsberen in het dierasiel. Ijsberen? Dat is Koos. Goed. Maar het regent buiten, dus het was wat later. Hij heeft zo'n hekel aan regen. Ja? Hij ging de deur niet uit. Rustig, hè? Pas op. En wij wonen niet mee en het regent. Terwijl een tijdje geleden, toen sneeuwde het, had hij helemaal naar zijn zin. Ja, het is toch praktisch hetzelfde. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Wat? Regen. Koos! Rustig, hè? Rustig. Hij schijtte dat hij doet. Ik opbreng, heb je ze van die zakjes, weet je wel. En past er niet eens in. Fijne zak. Ja, echt? Ja. Dat gaat helemaal nergens over. Hé, Koos. Ja. Goed. Maar even tussen twee haakjes. Ja. Waar is je jassie? Ja, waar is jouw jassie? Ja, mijn jassie zit in de was. Er zat vlekken op. Poepvlekken. Ja, mijn jassie die was... Dus het zit in de was. Dus die is naar de stomerij. In mijn... Oh, ja, tuurlijk. Je hebt altijd luxe paarden en... Ja. Jouw vrouw wil regen. Ja, regen, waar komt dat vandaan? Waar komt regen? Weet ik veel, uit de lucht? Nou, opgelost. Dit was het weer. Goede. Nee, ja, natuurlijk niet, joh. Oh. Dat moet toch ergens ontstaan? Ja, je zei net lucht. Zoek uit. Dit is de zee. De zee zit vol met water. Het water van de zee warmt op en daar worden geleidelijk wolken mee gevormd. Dit heet verdamping. De wolken verplaatsen zich naar het land toe en dit heet de wolkverplaatsing. De wolken stijgen en daardoor ontstaat neerslag, regen of sneeuw. Dit heet condensatie. Het water van de regen en de sneeuw moet worden afgevoerd door middel van rivieren of grondwater. Dit heet de waterafvoer. Zo komt het water weer in de zee en beginnen we weer van bij het begin. Oh, ja, dan hoef je toch niet bang. Hij wordt een beetje zwaar. Ja, hij wordt een beetje... Agressief ook. Ik kan hem wel aaien, toch? Agressief. Hey, kan ik hem aaien? Ik breng hem terug. Dit was het. Of dat we slagen, ik er ook. Hey, ja. In het Chinees, ik er ook. Oké, dit was het. Groetje van Koos, tot de volgende keer. Hey, Oh, 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 oh.
Vorige week was het super lekker weer. Dus ik maakte vorige week op de fiets een lekker rondje. En ja, we gaan gauw kijken.
Bart heeft ook deze week weer 3 leuke moppen. Dus dat wordt weer lachen. Beginnen maar. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Goedemorgen. Ga je op een mop, hè? Ja, hoor. Ben je al wakker? Ja, ik ben net. Ja. Ja, ik was al lang wakker. Oké, vertel maar. Waarom legt er in de Kuip allemaal kranten? Gras wil niet groeien? Nee, Feyenoorders zijn wel goed op papier. Heb je er nog een, Bart? Ja, een vrouw komt thuis van zijn werk, een man die staat helemaal stralend blij, zegt: schat, we hebben 1400, we hebben 1400 euro gewonnen. Pak je kleren. Waar gaan we naartoe dan? Wat voor kleren moet ik pakken of zoiets? Zomer of winterkleren? Maakt niet uit als je wel op dondert. Bart, heb je nog één mop? Ja, een laatste, een instinker voor jullie. Dan. Heb je er nog eentje, Bart? Ja hoor. Ik val even in herhaling, want ik had hem net een blooper. Goed. Iemand beweert dat hij hoger kan springen dan de Eiffeltoren. Klopt dat? Dat kan niet. Onmogelijk. Ja, kan wel. Kan? De Eiffeltoren staat toch stil, die kan toch niet springen? Dankjewel, Bart. Dankjewel, Bart. Hey, hoi. Kan iemand hoger springen dan de Eiffeltoren? Nee, dat kan niet. Ik zeg hem fout. Oh Bart, oh wat een super moppen, echt waar. Oh wat was dus super grappig. Nou, ik heb een beetje wel trek van gekregen, maar volgens mij staat Sander weer klaar in de bakkerij voor de cake van de week. Ja hoor, je gaat weer kijken naar de cake van de week. Het ruikt weer heerlijk in de bakkerij, want ze hebben weer een verse cake gemaakt. En naar wie gaat die deze week? Nou, je ziet het allemaal in de cake van de week. Gerard Maurits heeft Jan Verhoef opgegeven, omdat hij zo trots op hem is. En je kan zien waarom in het volgende filmpje. Hoi Reina, ik wil graag Jan Verhoef nomineren voor de taart van de week. Jan heeft afgelopen vrijdag de bus van de Zeestar geleend en is daarmee vluchtelingen uit de Oekraïne gaan ophalen in Warschau. En dat heeft hij in 1 weekend gedaan. Hij zag er ook behoorlijk afgedraaid uit toen hij terugkwam, dus hij is diep gegaan. Maar ik vind het echt super dat hij dat gedaan heeft. Dus ik vind dat hij die taart wel verdient. Zijn jullie langs geweest? We zijn ook langs geweest. We hebben hem verrast hier in Plein 6. En daar hebben we ook een filmpje van gemaakt. En daar kan je naar kijken. Hoi Reina, ik wil graag Jan Verhoef nomineren voor de taart van de week. Nou, alsjeblieft. Ja, hij is je aangeboden door Gerard Maurits. Zou je hem willen geven? Ja. Nou, dankjewel. Dankjewel. Nou, je bent de primeur, je bent de eerste met fastcake. Echt? En ja, die is de komende 2 weken volop bij ons te zien. Oké, ja, mooi. Alsjeblieft, geniet ervan. Gaat lukken. Even een applausje voor Jan. Hoe kunnen mensen zich nog opgeven? Ja, mensen kunnen zich nog opgeven. Je loopt gewoon langs bij de bakkerij. En dan hoor je hoe dat in zijn werk gaat. Het kost niks, dus dat is leuk. Dus kom er iemand dat je denkt van, hey, diegene heeft hem wel verdiend. Of misschien vind je wel dat je hem zelf verdiend hebt. Dat mag je ook komen zeggen. Is er nog wat nieuws? We hebben ook wat nieuws. Ja, Pasen komt eraan, hè, jongens. Dus kom maar even kijken wat voor lekkers we allemaal maken. En het is nu al te koop in de Spar, want ja, je moet goed voorproeven voordat het paas is, hè?
Ja, dit was het dan. Tot de volgende keer. En dit was hem dan weer. We hebben weer iemand blij kunnen maken met een cake van de week. Wil je nou ook een keer iemand blij maken? Stuur dan een filmpje in naar het onderstaande e-mailadres. En wie weet krijgt jouw familie of collega of wie dan ook de cake van de week. We gaan naar de populaire neef van Freek Vonk. Dat is dus de Katwijkse neef, Kees Vonk. En hij gaat jullie helemaal meenemen naar de jungle. Ja, goedemiddag, hier zijn we weer met de avonturen van Kees Vonk, jawel. En we zijn in de jungle van de Goeri. En wat is nou eigenlijk een jungle? Een jungle is eigenlijk een enorm groot bos wat dicht begroeid is. En ze noemen het ook wel eens oerwoud of regenoerwoud. Hè. Dat heeft eigenlijk wel verschillende namen. En een oerwoud is eigenlijk ook een beschermd soort bos. Want het wordt dat gekapt. Want hebben ze de bomen nodig, ze hebben het hout nodig om daar weer het een en ander van te maken. Hè. Daarom is het Wereld Natuurfonds, het WNF, met dat pandaatje, zijn er natuurlijk heel erg op tegen. Hè, want in het oerwoud of in de jungle leven natuurlijk nog heel veel dieren. En die worden dan bedreigd om te blijven bestaan. Een jungle bestaat eigenlijk uit drie lagen. Je hebt de bovenste laag, de middelste laag en de onderste laag. Nou, de bovenste laag, dat is eigenlijk de top van de bomen. Hè. Dat is heel erg groen. Als je daar met een helikopter overheen vliegt, dan kan je er niet doorheen kijken. En dan heb je de middelste laag, dat zijn de planten en de kleinere bomen. En de onderste laag is de oerbodem, zo noemen ze dat. Daar leven natuurlijk alle insecten en reptielen en noem maar op. En natuurlijk leven er in de bomen ook heel veel andere dieren. Een aap die heen en weer slingert, een ara of een papegaai die daar natuurlijk leeft. Noem maar op wat je daar wel niet allemaal kan vinden. Ja, de jungle wordt natuurlijk bedreigd door van alles en nog wat. Zowel door mensen als door natuurgeweld. En van 1500 tot 1700 nog wat is heel veel jaar, is 1% van alle jungle is verdwenen. En dat is natuurlijk in een hele lange periode is dat niet veel geweest. Maar in de laatste jaren is 14% verdwenen. Maar zijn er ook enorm veel bosbranden geweest. Branden die ervoor hebben gezorgd dat grote stukken gedeelte van de jungle zijn afgebrand. En de laatste periode zijn dat 7700 branden geweest. En dat is natuurlijk enorm veel. Dat kan je niet voorstellen, want al die dieren die daar natuurlijk in leven, die gaan of ze raken hun huis kwijt of ze raken hun plekje kwijt. Dus jongens, laten we met z'n allen zuinig zijn op de jungle. Ik ga nog even genieten van de jungle en ik zie jullie volgende week weer. Laters. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Koen Frik is als de oud-presentator van Geen Ja, Geen Nee, Geen Nee. En hij wilde graag weer een keer meedoen aan het moeilijke spel. We zochten hem op in de strandjutter in de triangel. Het is weer tijd voor een heel leuk spel in het Bergjournaal. Je speelt het met z'n tweeën en onze quizmaster is Sander. Geen ja, geen nee, geen u. Wie het langste volhoudt, krijgt een pen. Hallo allemaal, hier zijn we met Geja Geen 9 uur. We zijn hier bij Strandjutter 9. De kandidaat zijn Carla en Koen. We beginnen met Carla. Koen, de tijd gaat nu in. Heb je wel eens dit spelletje verloren? Weet jij, Ru? Heb je wel eens dit spelletje verloren? Nooit. Zou vandaag de eerste keer zijn of niet? Ik weet niet. Weet je het serieus niet? Nooit.
Je bent bijna aan de winnende hand. Heb ik het goed door, denk je? T-minus 30 seconds. Geloof ik. Ja. Hoe gaat het met je? T-minus 20 seconds. Goed. Heb je nog hobby's? Zo wat niet. Zo wat niet. Wat doe je zo in je vrije tijd? Ik ben je over 6 en ronddraaien. Ja, minuut! Heel knap! Ja, knap hoor, Koen. Je hebt een minuut voorgehouden. Dus even kijken of Carla hetzelfde kan. De tijd gaat nu in. Wat heb jij hier allemaal te doen? Heel hard werken. Heb ik hier te doen. Als begeleiding? Dat ook. En ook verzorgen, koffie geven. Best veel dus. Best veel, hè? Als een verpleging of niet? Ook. In het weekend soms ook. En door de week. Best veel op dat gebied wat qua betreft werk te doen normaal gesproken. Harde werker, hè, ben ik. Inderdaad. Toch? Echt wel. Heb je hobby's? Heel veel. Zoals? Haken, fietsen, honden lopen, shoppen. Best veel. Ook weer veel. Hoeveel meer nog? Veel meer, wil je alles weten? Wat in een minuut past wel, wat er bijna voorbij is. Ik hoop het. Ja! Ja! Ze moeten de pen delen. Ze moeten de pen maar delen. Ah, nee, jij mag. Jij mag hem. Nee. Hang hem. We gaan ruzie maken. Hij heeft er al één. Nou, dankjewel, Koen. Dan mag ik de pen. Die krijg jij van mij straks de pen. Dit was de aflevering van Gejaagd 9. Tot de volgende keer maar weer. Nou, dat was het. En dat was hem weer. Geen ja, geen nee, geen bij Sander. Ja, en vond je dat ook leuk en wil je meedoen? Stuur dan een e-mailtje naar bergjournaal@cerelo.nl. Nou Koen, super dat je meedeed. Hartstikke leuk. Herre Hennings staan buiten bij de spelotheek met Irma en Tieneke. En volgens mij komen ze al in de stemming voor Koningsdag. Nou, dan zijn we bij de spelotheek en we zien hier prachtig versierde oranje dingen. Dan denk ik van, hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Irma, waarom lopen we er zo bij? Nou, wij worden heel langzaam al een beetje warm voor Koningsdag. Oh. 27 april is weer zover. Echt waar? En regeren is vooruitzien, hè? Als je iets wil plannen van een activiteit of gezellig spelletjes wil doen, dan moet je wel op tijd eventjes reserveren. Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk om in de tuin bij de woning een spelletjescircuit op te zetten. Oké, maar dit is dus voor de Koningsdagen. Nou, dit is voor de Koningsdagen. Ja, daarom zijn wij een beetje oranje. Een beetje maar. Leuk. Wat zijn die spelletjes onder andere? Die men, ik heb hier even snel wat neergezet. Het lekker ouderwetse blik gooien natuurlijk, Gerbert. Okay, Gerbert, ga je gang. Ga je gang. 1, 2. Oh, nog een keer, jongen. Yes! Oh. Wow! Ik heb alles in één keer. Oh, nog één zakje. Oh. Er zit een je had wel een deuk goeie, fietshok. Maar knap werk. Knap werk. Oké. Okay. Ja. Blik gooien. Wat hebben we meer? Nou Henk, misschien kun jij even een poging doen. Wat moet ik doen? De marmottenbaan. De marmottenbaan. Ja, jij bent van de generatie die het ook nog wel weet, hè? Met balletjes, zoveel mogelijk punten. Oh, oké, dit is een marmot. Piep! Als je het hard kruipt. Oh! Yes! Ja. Nou, wat een spel. Nou, je kan natuurlijk ook veel meer balletjes gebruiken. Dan heb je altijd wel dat André van Duin erin gaat. Ja. Of Mieke Telkamp, weet je het nog? Ja, met Ted de Braak. Ted de Braak. Oké, de marmottenbaan. Nou, ik denk dat... we hebben hier gezellig... Wat hebben we nog meer? We hebben hier Tieneke. Tieneke gaat zelf niet aan de slag hier. Wat gaan we doen? De appeltjes van Oranje.
Appelboom. Dit baat oefening. Oefening baat. Oefening baat. Geja! Ja, heel knap, heel knap, heel knap. Dus nou, dit was even een klein voorbeeldje. Er zijn er dus heel veel diverse activiteiten die heel leuk zijn om binnen en buiten te doen. Ja. Versieringen, jullie hebben weer van alles. We hebben weer van alles in huis. Okay. We hadden natuurlijk de woningsdagen afgelopen 2 jaar. Maar misschien hebben jullie daar de smaak van te pakken gekregen dat het toch heel leuk is om even wat spelletjes in de tuin te doen. Ja, dus. Kom snel langs bij de spelotheek. En lenen die handel en maken er een fantastisch leuke Koningsdag van. Tot ziens. Doei. We hebben nog wel even tijd voor een lekker liedje. Dus we gaan weer in ons archief van 40 jaar Bergjournaal. En een liedje van Ronnie Tober live in het Kruispunt in 1999. En we gaan kijken naar een potpourri. Heel gemakkelijk. En die gaat ongeveer zo. Hallo. Arrivederci, Hans. Ga maar terug naar Frans. Hallo. Je hebt me altijd verteld. Hij kijkt niet op geld. Dat is dus een goeie kans. Arrivederci, Hans. Geef me de 5. Ga maar terug naar Frans. Misschien gaat hij een failliet. En ik lekker niet al. Arrivederci, Hans. La 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 la. Hallo Samantha. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Arrivederci, Hans. Ga maar terug naar Frans. Misschien gaat hij. Arrivederci, Hans. Petite mademoiselle. De zomer is voorbij en denk je nog aan mij? Petite mademoiselle. En mijn bruine armen zijn weer zo wit als marsepein. Petite mademoiselle. Ik naar de zee en het strand van Saint-Tropez. Petite mademoiselle. Oh, maar ik zit hier zonder jou. En dus, ik geef je alleen een hand. Petite. Ik denk dat mijn reen scherp is, sorry hoor. Spelle. Holland, met je storm en je regen. En ik kan er niet meer tegen. Dat het tot de lente vries. 2, 3, 4, 2. En ik zit in dromenland. Jouw bikini en het strand. Petite mademoiselle. Prima! En ik vraag aan u meneer. Laat het waar zijn voor een keer. Petite mademoiselle. Kennen jullie allemaal het meisje met de kuiltje in de wang? De enige echte, Rosemarie. 1, 2, 3. En wie is toch dat meisje met dat kuiltje in haar wang? Uitstekend! En wil je even met me dansen of ben jij zo bang? Rosemarie. Ah, en mag ik jou wat vragen? Vind je mij niet? Kom op! Rosemarie. Wat mooi, want jij bent mijn ideaal. Mijn ideaal. Hey Tini, het liefste meisje hier van allemaal. Roze. Lieve dames en heren, de laatste keer nog eentje met z'n allen. En wie is toch dat meisje met dat kuiltje in haar wang? Met me dansen of ben jij soms bang, Rosemarie? En mag ik jou wat vragen, vind je mij niet te brutaal, Rosemarie? En want jij bent mijn ideaal, mijn ideaal.
Wanneer ideaal, het liefste meisje hier van allemaal. Roze Marie, Roze Marie. Ja! Gaat het nog steeds goed? En we gaan nog niet naar huis, nog lang niet, en we gaan nog niet naar huis. Tot slot gaan we nu naar het weerbericht van Tommy Brexit. En wij zien jullie gewoon volgende week weer. Tot dan! Hier is Tommy Brexit! Yeah! Thank you, thank you. Ja, nou, het is weer even koud weer aan het worden, hè? Ja, zeker in de nacht is het erg koud rond het vriespunt. Het weekend, we beginnen met het weekend. Vandaag was het natuurlijk een en ander sneeuw. Ja, stelde niet heel veel voor, het bleef niet liggen. Maar ja, het was er toch. Toch wel een beetje gek, hè? Op deze 1 april, of was het een grapje? Wat koud is het dan wel. Het weekend wordt ook koud, maar het weekend wordt wel droog. En zeker de zondag, komt de zon door, is best wel knap weer. Lekker naar buiten, lekker erop uit, kleed je goed aan, komt wel goed. De rest van de week wordt wel anders. De rest van de week gaat het regenen. Elke dag gaat het regenen. De wind die maakt het koud, het is windkracht 4 à 5, dus best wel aan de frisse kant. Maar die regen, dat maakt het gewoon vervelend. In de loop van de week, aan het einde van de week, gaan de temperaturen wat omhoog. Rond de 12 of 13 graden is een beetje aangenamer, maar toch wel elke kans op een bui. Aan het einde van de week blijft de temperatuur wel gelijk, wordt het iets droger. Dus ja, dan moeten we dan volgende week maar even kijken wat het dan weer wordt. Nou, ik moet haasjoe, heel erg, niet zo, haasjoe, van die rare bloemen. Ik weet niet hoor. Haasjoe! Hé, die rottige narcissen, tulpen of wat er ook zijn. We gaan ze maaien. Dus dit was het weer voor deze week. Ik heb wat te doen. Weg met die bollen. Tot de volgende keer. Toedeletoki. Haasjoe! Zij kwam weer naar muziekles. Welkom terug. En zijn sportschool kan weer open. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we allemaal afstand houden en er steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Daardoor kunnen wij weer naar de dierentuin. Als we ons allemaal aan de basisregels blijven houden, kan er steeds meer.